Als je een verhaal wilt verzinnen, ga dan niet naar het plafond kijken, tenzij je een verhaal over een plafond wilt vertellen. Maar kijk naar dingen of naar mensen en stel je daar vragen bij. En dan komt een verhaal bijna vanzelf. Maar iedereen doet het weer op zijn eigen manier. Je kunt ook een willekeurige zin, een beetje interessante zin verzinnen en zeggen, daar ga ik nu een verhaal omheen bouwen. Je kunt een gebeurtenis in de geschiedenis nemen en zeggen, die gebeurtenis gaat een rol spelen in een verhaal wat ik vertel. Er zijn zoveel methodes. Maar je moet actief met je hersens bezig zijn. Ga niet wachten tot de inspiratie komt, dwing de inspiratie af. Door gedachten te hebben, door jezelf vragen te stellen en dan komt het vanzelf.